Alles wat er nog staat van de brand? Uh, alles afgebrand, niks van overgebleven. Alleen dit houten hek is overgebleven van de hondenschool van Inke Hassing in Waalre. Op 13 januari 2023 vloog het gebouw in brand. Inke vermoedt dat het komt door een vuurwerkbom. Maar de echte oorzaak konden ze nooit achterhalen. Ik uh, had mijn werktelefoon aan staan en ik werd in één keer door de brandweer gebeld. Dat ik uh, gelijk moest komen omdat, uh, ja, omdat het dus in de fik stond. Nou, uitgerekend zijn wij toch wel bijna een 10.000 euro aan alles bij elkaar kwijt. Daar moet je heel veel honden voor uitlaten. Gelukkig hebben we een crowdfunding kunnen doen en hebben 5.000 euro. Maar de rest ja, moeten we wel zelf uh, uh, bij gaan, uh, gaan geven eigenlijk. Nu, ongeveer anderhalf jaar later, is haar school weer open. Ze hebben er twee containers neergezet, want die vliegen niet zomaar in brand. Omdat deze, ja, daar kunnen ze niet in en daar kunnen ze niet in de fik zetten. Dus daar zijn in ieder geval onze spullen veilig. Er komt geen nieuw gebouw, we willen het eigenlijk Hufterproef maken. Het oorspronkelijke gebouw van de hondenschool had ze samen met haar vader gemaakt. Hij overleed kort na de brand. Mijn vader zijn passie was er ook. Daar heb ik van hem eigenlijk overgekregen. Ik heb zij aan zij met hem getraind. Ik ben mijn eigen weg ingeslagen. Hij heeft me er altijd al ingesteund. Um, dus ja, voor mij is dat heel belangrijk. Ja. En de belangrijkste lessen die ze van haar vader heeft geleerd? Niet opgeven, schouders eronder, vooruitkijken en heel sterk.